kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag de My Jewelry Adventskalender voor jullie. Hij is dus sinds vandaag te koop, donderdag 5 november. En ik ga hem unboxen. Ik ben echt super benieuwd. Nou, vast ik alvast vragen ga krijgen wat ik aan heb. Deze top is van de Zara. Dat is die body. En dit vestje is van My Jewelry. Echt super schattig. Kaki groenig kleurtje. Heel erg zacht. Zo'n wikkelvestje. Dus die vind ik heel erg leuk. En oorbel. Deze heb ik van de juwelier. En deze is dus ook van My Jewelry. Dat is zo'n vlindervleugeltje. En aan deze kant zit de andere. Echt super schattig. Goed, dat gezegd te hebben, heb ik hier de adventkalender. Hij is zo mooi. Ik vind hem echt heel erg mooi. Het komt dus binnen in een zwarte doos met gouden letters. En dan staat er My Jewelry Christmas Countdown All You Ever Wanted. Happy Holidays. Nou, All You Ever Wanted. Ik ben heel benieuwd of dat zo is. Laten we de doos gaan openmaken. Dit is dus de adventkalender van 2020 van My Jewelry. Die dus sinds vandaag te koop is. Ik ben heel erg benieuwd, want ook ik heb de video's natuurlijk gekeken van 2018, van 2019. En daar waren natuurlijk verschillende meningen over. Vooral 2018 was een beetje een dompertje. En 2019 was al beter. Maar goed, 2020 versie hier. Ik ben benieuwd of dat goed gaat zijn. Waar is de opening? Hier. Tadaa, oh wat leuk, een sterretje. Ik had het al gezien op mijn Instagram. Hij is dus goud met roze. En er zitten 10 vakken in, wat ik persoonlijk heel erg jammer vind. Want ik vind het echt leuk om nou ja, tot kerst toch echt vanaf 1 december te gaan tellen. En ja, er zitten er 10 in. Maar goed. Goed, ik heb even een klein beetje research gedaan. En de advent, want het was trouwens nog niet bekend nu ik dit film. De adventkalender kost €49,95 en hij zou een waarde hebben van €138,50. Dus ik ben benieuwd omdat hij 10 vakjes heeft. Maar desalniettemin ziet hij er echt super leuk uit. Mooie ster met dus goud en roze. Dus vakje 1 gaan we openmaken. Oh mijn god. Ja, van tevoren kun je aangeven of je goud of zilver wil. Ik draag alleen maar goud, dus ik heb aangegeven dat ik goud wilde. Dus vakje 1 zit hier. Oh, die is scheef. Oké. En hier is... Het is echt een super groot vakje en er zit echt iets mega kleins in. En het is ingepakt. 1. Wat zou dit zijn? Een bedeltje of zo, denk ik. Oeh. Oké. Het is een armband. En die is super klein, maar die kun je wel groter maken, denk ik. Oh, die vind ik wel heel schattig, hoor. Het is een goud armbandje. Met dus een hartje erop. Heel subtiel, maar wel echt heel erg schattig. Ik denk dat je die wel gewoon lekker kan verstellen. En dan, ja, ik draag ook heel erg veel armbanden. Dus dan vind ik dat wel leuk om er nog bij om te doen. Dus dit is vakje 1. Schattig. Ik vind hem schattig. Ik moet zeggen, wel een groot vakje voor zo'n klein ding. Maar maakt niet uit. We gaan door naar vakje 2. En die zit hier. Ja. Ik weet niet of je het kan zien. Nou ja, die gaat gewoon niet... Oeh, ja. Oké, een beetje kapot, maar... Oh, wat is dit nou? Huh? Oké. Vakje 2 is ook een klein dingetje. Vorig jaar was het een en ander volgens mij verschoven bij heel veel mensen. Dat het in andere vakjes viel. En nu heb je dus wel echt gewoon met het cijfertje erbij aangegeven bij welk vakje dit hoort. Hij gaat wel lastig open, vind ik. Maar wel leuk dat het van karton is, want ik vind dat zo lekker klinken. Vakje 2 is... Oh ja, dit zijn gouden oorbelletjes. Even kijken, dit zijn maantjes. Ja, ook weer heel erg subtiel. Ik zit het even goed te doen. Maar op zich wel leuk. Ik draag niet echt maantjes of zo. Als je heel veel oorbellen, net zoals ik, in hebt, dan is het wel leuk om een beetje afwisseling te hebben. Dus deze gouden maantjes oorbellen. Wat ik wel jammer vind is zeg maar de sluiting. Dit is zeg maar zo'n iets goedkopere versie. En die moet je echt zo erin duwen. En dat vind ik met oorbellen echt heel naar. Want ik wil ze gewoon klik dicht kunnen doen. Want ik zit daar altijd mee te prutsen. Maar goed, deze schattige gouden
oorbelletjes. Ik vind het wel leuk dat het tot nu toe alleen nog maar sieraden zijn. Want ik hou van sieraden. Hij is een beetje gemold al. Maar we gaan door naar vakje 3. En die zit hier. Kijk, hij gaat super lastig. Je duwt hem in. Nou, nu valt het mee. Maar ik weet niet. Ik trek zeg maar heel die zijkant open. Hij wordt er niet heel mooi op, maar goed. Vakje 4. Oh nee, 3. Grapje. Is weer een heel erg klein ingepakt cadeautje. Dan zou het vast een sieraad zijn. Ja, oh, wat is dit dan? Oh, schattig. Die vind ik wel heel erg leuk. Dit is een ketting. Een beetje zo'n schakelketting. Heel basic ook weer, want er zit niks aan of zo. Geen bedel of iets. Maar wel heel erg leuk. In combinatie met andere kettingen. Ik snap dat als je maar één ketting draagt. Ik draag heel vaak een heleboel. Nu 2. Dan is dit dus heel erg leuk om hierboven te doen. Maar als je maar één ketting draagt, is het misschien een beetje saai of zo. Maar eigenlijk vind ik hem heel erg leuk om te combineren. Dus hier ben ik echt blij mee. Vakje 4 zit hier. Oh, kijk, dit bedoel ik. Ik trek weer heel die zijkant mee. Oh, ja. Ik denk weer een sieraad, want het is weer heel schattig klein ingepakt. Oh, het is iets heel kleins. Oh, deze vind ik wel heel mooi hoor. Er zijn 2 gouden knopjes. Dit zijn ze en het zijn echt een beetje van die, ja, sterretjes of zo. Ja, ik vind ze wel heel erg leuk. Om dan een beetje af te wisselen als je heel erg veel oorbellen in hebt. Om in je 3e gaatje te doen, 4e gaatje of in je 1e en de rest lekker veel en groot. Dus ja, ik vind deze eigenlijk wel heel erg schattig. Deze gouden knopjes. Dan gaan we naar vakje 5. Waar is die? Hier. Hij gaat echt lastig open. Dat vind ik echt. Ik scheur namelijk alles mee. Maar goed. Hij gaat tenminste open. Vakje 5 is ook weer ingepakt. Ik denk dat alles gewoon leuk ingepakt is. Ik ben bang dat het alle kanten opvalt. Dus ik doe even mijn hand eronder. Want ik zie niet waar het is. En het voelt heel klein. Oh ja. Deze hadden ze volgens mij vorig jaar ook, maar dan met een hartje. Ja, en nu weer. Maar dit is wel een heel iets andere. Dit is namelijk zo'n ring, is hem. En er zit dus ook weer een hartje in. En hij is wel verstelbaar. Zo, een hartje. En zo doe je hem om. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, als je, zoals weer, zeg maar, vind ik het leuk als je heel veel om hebt. Ik draag altijd heel veel ringen ook. Ik ga hem even omdoen. Waar ga ik hem om doen? Oeh, hij is wel klein. Ik heb hele kleine vingers. Of dunne vingers. Dus als je echt worstenvingertjes hebt. Ja, hij is verstelbaar trouwens. Dus dat moet eigenlijk wel lukken. Hè? Oh, ik vind dit wel heel leuk hoor. Dit is hem hier. Ja, ik vind het wel schattig. Vakje 6. Die zit hier. Nou. Oh, zit ik nou weer? Oh, ik zit. Oh, 1 is gelukkig al open. Ik wou zeggen, ik zit er nog 1 mee te scheuren. Vakje 6. Is iets groter. Net wat ik heb van die kleintjes en deze is wat groter. Oh nee, dit vind ik niks. Nee, dit is niet wat voor mij. Dit zijn oorbellen en er staat heel groot love op. Maar het zijn echt hele grote oorbellen. Ja, ik zie mezelf dat gewoon niet dragen. Nee, dit is niet wat voor mij. Misschien wel wat voor jou. Maar ja, ik vind ze iets te groot. Iets te of zo. Ik hou van grote statement oorbellen of zo. Maar nee, ik vind dit gewoon niet zoiets voor mij. Maar misschien wel, dus voor jou. Oké, waar zijn we gebleven? Vakje 7 in de punt. Hier zo. Waar is die opening? Hier. Oké, 7. Tot nu toe alleen maar sieraden. Dat vind ik wel echt leuk hoor. Ik ben nog geen sok of iets tegengekomen. Oh, dat had ik niet hoeven zeggen. Want we hebben een scrunchie. Die ik overigens wel heel schattig vind. Ja, het is deze zwarte scrunchie en hij heeft van die gouden, ja, sterretjes en dingetjes erop. Dus dat is natuurlijk wel heel kerstig, maar hij schijnt wel door. Dus het is echt zo'n gaasje. Ja, ik vind het wel leuk. Hij is wat dunner kwaliteit, dus niet heel, ja, mooi kwaliteitje of zo. Maar dat komt denk ik ook wel door dat gaas. Ja, ik vind het wel schattig met dat goud. Goed, vakje 8 zit hier. Ook iets groter. Oh ja. Dit is ook niet helemaal mijn ding. Dit is een zwart armbandje. Met van die kraaltjes eraan. En dan staat er love. Oh nee, grapje. Er staat shine. Ja, dit zijn van die armbandjes wat heel veel mensen nu zeg maar zelf maken.
ja, ik persoonlijk hou echt gewoon van goud. Gewoon lekker goud. En niet van die dit, zeg maar. Maar ja, misschien iemand anders wel. Ik vind hem niet heel leuk. Maar zoals ik zei, dat is mijn persoonlijke smaak. Wel weer leuk dat het goud is, maar goed, dat heb ik ook aangegeven. Dus dit armbandje. Oké, we zijn al bijna doorheen. En dan ga ik even mijn mening erover geven. Ik wacht het eerst nog even af. We zijn bij vakje 9. Oh. En dat is iets heel kleins. En dit is... een ketting? Ja, oh, oké. Okay. Dit is nog een ketting. En ook weer heel erg basic. Er zit geen bedel of iets aan. Het is gewoon deze gouden, simpele ketting. Ja, ik hou er wel van om gewoon lekker te combineren met al mijn kettingen wat ik heb. Maar als je dus maar één ketting draagt, dan is dit misschien een beetje simpel. Goed, dat is wel een veilige keus natuurlijk. Dan gaan we naar het laatste vakje. En ik ben benieuwd. Klopt dat? Het laatste vakje? Ja. Hij is al helemaal aangevallen, deze ster. Maar goed, vakje 10. Ik ben zo benieuwd. Oké, laat het een knallen van een eind zijn. Oh ja, oh, dat vind ik op zich wel leuk. Maar ja, of het ligt persoonlijk aan mij, maar ik had het dan bij die van net bij ingedaan of zo. Het is een bedel die je aan de ketting kan doen van net. Dit is hem. Ik weet eigenlijk persoonlijk niet wat erop staat. Een ster met streepjes zo. Ja, ik vind het wel heel erg leuk om aan die ketting van net te doen. Dus deze. Zo'n bedeltje eraan. Maar ik vind het dan leuker om het bij dat vakje van net in te doen of zo. En dat je dan nu iets anders hebt. Want ik heb het gevoel dat er nu twee vakjes zijn gebruikt voor één product, zeg maar. En het zijn al maar 10 vakjes. Dus, I don't know. Dus dat was de adventkalender. Zo ziet hij er nu uit. Juist. Mijn eerlijke mening. Wat vind ik ervan? Is het je geld waard? Ik heb een beetje mixed feelings. Ik vind het wel heel erg leuk dat het allemaal sieraden zijn. Eigenlijk bijna allemaal. Eén scrunchie. Dus dat valt me nog mee. Oprecht vind ik echt leuk, want ik hou van sieraden. Maar ik weet niet zo goed wat ik precies van de sieraden vind. Die maandjesoorbelletjes zou ik niet zo snel dragen. Want dat is gewoon niet echt persoonlijk mijn ding. Puur ook omdat slotje, zeg maar, hoe je hem dicht doet. Ik vind dat gewoon onhandig, niet fijn. Dus dan doe ik het al niet in. Die Love oorbellen, die grotere, is ook niet wat voor mij. Maar dat is ook persoonlijk misschien natuurlijk wel wat voor jou. Maar ik vind het gewoon iets te. En voor de rest zijn het best wel basic items die ik wel zou gebruiken. Daar niet van. Dat armband zou ik omdoen. Nou ja, deze toevallig niet. Die niet. Maar dat gouden armbandje en die gouden basic kettingjes en zo wel. En de ring vind ik ook heel erg leuk. Dus al met al heb ik een beetje mixed feelings of zo. Hij kost dus ongeveer 50 euro, iets minder. En of ik dat het geld waard vind voor 10 items en dan dit erin, weet ik niet zo goed. Ik persoonlijk, als ik deze video zou zien bij iemand, nou goed, jullie nu bij mij. En ik zou denken, wil ik hem bestellen of niet, had ik het niet gedaan. Maar misschien natuurlijk jij wel, want misschien is het wel jouw stijl en smaak. Maar mijn persoonlijke stijl en smaak is het niet helemaal. Niet alles. Een paar wel, echt superleuk, maar een paar ook niet. Dus, I don't know. Of ik het ook, of het 138,50 euro zou zijn, qua waarde weet ik ook niet. Ik heb zo niet de prijzen erbij, hebben ze er niet bij gezet. Maar dat zal dan wel, dan denk ik dat we daar vanuit moeten gaan. Maar I don't know, zoals ik al zei. Dan was dit de adventskalender unboxing van My Jewelry. Ik ben benieuwd wat jullie eigenlijk van de inhoud vinden en of jullie het zelf zouden bestellen. Ik ben gewoon benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus laat maar weten in de comments hier beneden. Ik ga de items eruit halen die ik wel leuk vind. Die ga ik ook lekker dragen en omdoen. En de rest ga ik denk ik gewoon weggeven aan mijn vriendin of mijn zus. Dus dat komt wel op een goed plekje terecht. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou leuk? Doe dan even dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en vergeet dus niet inderdaad te abonneren. Want Cozy is nog lang niet voorbij. Is net begonnen. Dus volgende week gewoon weer een Cozy video. Trouwens aankomende zondag een Cozy video. En voor de rest weer op een dinsdag en vrijdag. Met een special guest. Maar dat gaan jullie allemaal zien. Dus bedankt voor het kijken. En ik zeg tot zondag.